Hallo, vandaag ga ik met jou delen hoe jij jezelf kunt ontdekken en leven samen met God. En wist jij dat heel veel mensen, en misschien ben jij er ook wel van, een van, niet meer goed weten wie ze zijn en ergens het contact zijn kwijtgeraakt met hun ziel? Hey, je leeft wel, maar je bent meer aan het overleven dan dat je werkelijk je mooiste zelf leeft. Nou, en ik wil jou uitnodigen, en ik geloof dat God jou ook uitnodigt, om je mooiste zelf te ontdekken, zoals God jou gemaakt heeft, jouw unieke jij, en vandaar ook te gaan leven. Want dan kom je weer in je energie, in je passie, in je inspiratie die God jou heeft gegeven. Want God heeft een droom in jou gelegd, die in en door jou heen geleefd zal worden, die helemaal te maken heeft met jouw unieke jij. En als ze die unieke jij zijn kwijtgeraakt, kun je ook niet meer goed vanuit je kracht leven. Nou, daar wil ik iets over delen. Ik wil beginnen met het gebed, zoals altijd, omdat ik wil niet zomaar dingen zeggen die ik zelf vind, maar ik wil ook geholpen worden door God, door de Heilige Geest, dat ik ook de boodschap van God mag spreken, dat het ook jou echt mag raken, echt mag bevrijden, mag transformeren door de kracht van God. En ik wil een gebed uitspreken. En van daaruit wil ik mijn hart met je delen. Hemelse Vader, ik wil u danken, Heer, dat u ons geschapen heeft naar uw beeld en uw gelijkenis. Heer, niet om dat vervolgens weer kapot te willen maken, maar u wilt juist dat we onze unieke zelf leren leven. Dat we mogen gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. En dan vanuit onze uniekheid, onze authenticiteit ook het leven gaan leven zoals u dat voor ons heeft bedoeld. Heer, wilt u mij helpen deze boodschap te brengen, deze bevrijdende, helende boodschap. Gebaseerd op uw liefde, gebaseerd op waarheid, want de waarheid maakt vrij. Heer, ik bid, Heer, wilt u mij de juiste woorden geven, dat ik ook mensen mag raken in hun hart en mag inspireren in Jezus' naam. Amen. Oké, voordat ik mijn hart met jullie ga delen, wil ik je uitnodigen om deze video te liken, te abonneren op mijn kanaal, het te delen met je vrienden en familie. En word je echt gezegend door mijn wekelijkse videoboodschappen. En je hebt het op je hart, dan kun je ook een kleine donatie overmaken. Daarmee help je mij ook om deze boodschap te blijven verspreiden. Want ik ben voor een belangrijk deel ook afhankelijk van giften. Oké, ik wil jou meenemen op een reis. En een klein stukje ervan heb ik vanmorgen gedaan. Maar het grootste gedeelte is het de reis van mijn leven. Maar ik wil even iets delen van vanmorgen. De donderdag gebruik ik altijd om weer een nieuwe videoboodschap in te spreken. En het is vandaag schitterend weer, de zon schijnt en het belooft een mooie dag te worden. En ik had eigenlijk nog niet echt mooie foto's gemaakt van het bos. De bos is nu zo'n beetje op zijn mooist, hè, de herfstkleuren de komende weken. En dan wordt het weer snel minder. Dus ik dacht van, ik wil eigenlijk even het bos in. Het beloofde een mooie dag te worden, dus ik was redelijk vroeg wakker, dus ik ben opgestaan en ik ben in de auto gestapt. En ik had echt op mijn hart, ik wil gewoon de schoonheid van Gods schepping gaan zien, gaan waarnemen en ook gaan vastleggen met fotografie, wat mijn hobby is. Dus ik stapte in de auto en het was nog donker, de zon zou rond 7:30 opgaan. En het was een stralende lucht. Je zag in de verte al die rode gloed opkomen. Ik dacht van wauw, dat wordt echt een geweldige, mooi begin van de dag. En wellicht dat ik ook hele prachtige, mooie foto's kan maken. Maar toen ging er iets fout. En ik wil het eigenlijk met jou delen, omdat het gaan ontdekken wie je bent niet altijd even makkelijk is. Want velen van ons die weten niet meer zo goed van, maar wie ben ik nou eigenlijk? Wat is nou mijn echte ik? En door het leven kun je zo verwijderd zijn geraakt door al die verwachtingspatronen die mensen op jou hebben gelegd, die je ouders op hebben gelegd, die de maatschappij op je legt, die de school. En zoveel aan alle kanten wordt er aan je getrokken. Zodat je eigenlijk steeds verder verwijderd raakt van wie je nou echt bent. En dan op het moment dat je zegt van ja, maar ik wil eigenlijk gaan ontdekken wie ik ben, dan kan het zijn dat het niet eens zo makkelijk is. En dat lijkt een beetje op de reis die ik vanmorgen heb gedaan. Het ging met aardig wat hobbels en tegenslag. En toch voelde ik een verlangen om die schoonheid van de schepping te zien. Hè? Om mijn eigen schoonheid te zien. De schoonheid die God mij gegeven heeft, die wilde ik leren kennen. Dat staat er symbool voor. En ik ging op reis en
toen ik in de buurt van, ik ben naar het Leersumse veld gegaan en een foto ervan kun je achter je zien. Dat heb ik geprojecteerd op het scherm. Dus ik ging richting Leersum en het zag er allemaal heel mooi uit. En toen ik voorbij Doorn was, toen zag ik daar een donkere wolk aankomen. Ik dacht eerst, er was ergens een heftige brand. Maar achteraf bleek het gewoon een mistbank te zijn die zo op me afkwam. En ik reed er zo met mijn auto in. En eigenlijk in plaats van die prachtige mooie heldere lucht kwam ik in een enorme mistbank terecht. Nou, dan hoopte ik dat ik het na een paar minuten rijden weer uit zou gaan, maar dat gebeurde niet. En ik volgde mijn TomTom en die leidde me naar het Leersumse veld. Maar ik nam een afslag verkeerd. Er ging iets mis en ja, ik nam een afslag verkeerd. Ik dacht, ook dat nog. Uiteindelijk dacht ik, dan ga ik maar naar een ander punt waar de wandeltocht begint. En toen leidde mij TomTom me ergens een zijstraatje in en het liep helemaal dood. Dus dat klopte ook niet. Ik ging de weg af en ik kwam op een fietspad terecht. En ik dacht, oeh, dat is ook niet de bedoeling. Nou, toen heb ik mijn auto maar geparkeerd. Ik ben het bos in gelopen, maar het was zo mistig. En het was eigenlijk een beetje, ja, ik kende het pad helemaal niet. Ik kende het gebied niet. En ik zag geen hand van mijn ogen. En eigenlijk was er niks aan. Ik dacht, nou, ik ga weer terug. En toch voelde ik ergens van, nee, volgens mij gaat die mist wel optrekken. Ik heb het met TomTom weer aangezet. Ik ben weer naar de oorspronkelijke locatie. Heb ik weer ingetoetst waar ik wilde zijn. En toen ben ik daar naartoe gereden. En uiteindelijk ben ik daar gekomen. Maar de mist was er nog steeds. En ik ben het paadje in gaan lopen. Waarvan ik wist, het komt uit op die Leersumse plassen. Want dat wilde ik eigenlijk daar foto's gaan maken. Maar de mist die bleef. Het bleef mistig en er was eigenlijk een verlangen om de zon te zien. En zo kan het ook zijn dat op een zoektocht naar je ware zelf, je mooie zelf, dat je tegen een mistbank aanstuit. Dat je in plaats van dat je gelijk die mooiste versie van jezelf ziet, dat je gewoon hobbels moet overwinnen, dat je tegenslag ervaart van, ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? En dat merk ik ook in mijn eigen leven, is het een hele reis geweest. En ik dacht dat ik mezelf kende. En tot het moment dat ik in een burn-out terecht kwam. En daar ga ik zo meteen nog wat over zeggen. Maar ik merk het ook heel veel in mijn praktijk. Ik ben als geestelijke coach en counselor begeleid ik mensen in geestelijke helingsprocessen, bevrijdingsprocessen. En dan merk ik heel vaak dat mensen ook niet weten wie ze nou eigenlijk zijn. En dan leven ze maar, zijn meer aan het overleven en dat trekt er helemaal leeg. En dan, ja, een van mijn sessies waar ik mensen ook in begeleid, een hele reis met Jezus, is ook van dat je mooiste zelf mag gaan ontdekken. Maar wie ben je nou eigenlijk? En dat is voor lang niet iedereen even makkelijk. Daar is soms hulp in nodig om te ontdekken, maar wie ben je nou eigenlijk? Want er ligt heel veel mist overheen. En dan is het de zaak om niet op te geven. Niet denken van, oh, ik weet het niet. Nou, dan laat ik maar doorhobbelen met mijn leven, in die overlevingsmodus. Nee, dat is niet de bedoeling. God heeft jou geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Alleen het leven heeft er een enorme mistbank op gelegd. Hè, waardoor eigenlijk jouw schoonheid niet meer zichtbaar is. Of nauwelijks zichtbaar. Je ziet wel een paar vage schimmen. Hè, maar er zit heel veel mist op. Maar ik wil jou bemoedigen, en ik heb het zelf vanmorgen ervaren, hè, dat de zon is krachtiger dan de mist. En zo is de liefde van God, hè, Gods zonlicht, is sterker dan de mist, hè, die jouw zicht op jouw mooie zelf wegneemt. En dat heb ik zelf vanmorgen ervaren. Ik kwam daar aan bij die plassen en heel langzaam voelde ik dat het lichter werd en dat die zon, op een gegeven moment zag ik dan zo'n witte gloed, hè, door de mist heen. En ik denk van, ja, hij komt eraan. En als ik omhoog keek, zag ik die blauwe lucht al en ik wist gewoon, ik moet volhouden, ik moet wachten. Want de mist gaat optrekken en uiteindelijk zal die gaan breken. En dan kan ik de volle schoonheid zien van het bos waar ik ben. En dan kunnen al die kleuren, die prachtige herfstkleuren, komen dan tevoorschijn. Maar ik had geduld nodig. Ik had geduld nodig om daar te blijven wachten tot de zon de mist had doen smelten, doen verdampen. Zodat de ware kleuren van het bos zichtbaar waren en ik ook over de plas heen kon kijken naar de overkant, want dat kon ook niet. In deze foto die je achter me ziet, zie je dat ik
Dus de foto van de overkant van de plas, waar de zon die schijnt dan op die bomen en dan komen die kleuren goed zichtbaar, er worden weer kaatsen in het water. En dat wilde ik eigenlijk graag fotograferen, maar kon niet eens naar de overkant kijken. De mist was zo dicht dat de overkant niet eens zichtbaar was. En zo kan het ook zijn in jouw leven dat er een mistwolk tussen hangt. En je kunt zelfs verdwalen in de mist. Nou, en daarmee bedoel ik dat je op zoek naar jezelf kun je ook gaan verdwalen. En je kunt zelfs in het geloof verdwalen. En daar wil ik iets over delen, want ik heb dat gedeeltelijk meegemaakt. En ik weet dat vele andere mensen daar ook mee worstelen. Want ook in het geloof, hè, als jij tot geloof bent gekomen, je hebt Jezus leren kennen en dan kom je in een kerk. En voor je het weet, dan ben je op zoek naar een nieuwe identiteit die je nu gekregen hebt. Eerst ervaar je misschien een stukje bevrijding, een verlichting, een stukje vreugde van yes, ik ben een kind van God, ik ben geliefd, mijn zonden zijn vergeven. En dan hoor je eigenlijk die boodschap dat je je moet inzetten in de kerk en dan moet je allemaal activiteiten gaan doen. Je moet bijbelstudie doen, je moet naar de bidstonde gaan, je moet naar de huiskringen gaan, je moet evangeliseren, je moet van alles nog dat gaan doen. Hè, om maar de geliefde van God te blijven. Hè, want als christen is niet zomaar, je moet ook al allerlei verplichtingen voldoen. En voor je het weet ben je weer met allerlei activiteiten bezig die niet gaan over het waarachtige leven, maar die gaan over, wat het woord al zegt, activiteiten. En dan wordt die activiteiten en de bediening die je opbouwt, tenminste dat was in mijn geval, hè, op een gegeven moment dan bewoog ik me steeds meer in de kring. Ik deed precies wat van me verwacht werd. Ik liep alle conferenties en alle bidstonden en huiskringen en alle activiteiten liep ik af. En dat werd eigenlijk mijn tweede identiteit. Ik wist al niet zo goed wie ik was en dan kwam ik in een kring, evangelische kringen, en dan ging ik met alles maar meedoen en alles doen wat men van mij vroeg. En dat werkte, want ik was ineens iemand. Ik werd opgenomen in de groep en dit was het. Hè? En als ik het juiste deed, dat gaf heel veel voldoening. En uiteindelijk, daar ga ik zo wat iets over meer delen hoor. Dan heb ik, dat was ook een deel, was ook gewoon echt hoor. Het was niet allemaal nep, nee, het was, ik had echt ook wel een relatie met God. En ik ervoer ook zijn vrede, maar er was ook een heel stuk van mij. Dat ik mijn voldoening en mijn vreugde zocht in mijn activiteiten, in wat ik deed. En dat is, bleek achteraf, en daar had ik een burn-out voor nodig, dat was een valse identiteit. En ik heb gemerkt dat heel veel gelovigen, heel veel christenen, en maakt niet uit, je kunt ook in allerlei andere clubs kun je het hebben, maar op het moment dat jij je identiteit zoekt in de waardering van mensen, en het kan ook zijn met christelijke activiteiten, dan is dat een valse identiteit die jij gaat zoeken in externe activiteiten, in waardering van mensen. En het kan ook met jouw sport zijn, het kan ook met jouw diploma's zijn, het kan met je werk zijn, het kan eigenlijk alles zijn, maar dus ook met religie, ook met geloof. Kun je zo opgaan in de activiteiten waarin jij dus gewaardeerd wordt, dan wordt dat een valse identiteit. Dat is niet jouw ware zelf. En het thema van deze boodschap is dat God wil dat jij je ware zelf leeft. En niet een valse identiteit, ook niet als het een christelijk sausje heeft. Want het blijft een valse identiteit. Want dat is niet wie je bent. Hè, wie jij bent heeft niks met jouw activiteit te maken. Heeft niks met jouw bediening te maken. Heeft niks met jouw succes te maken. Heeft niks met jouw scores te maken. Met jouw diploma's, met jouw cijfers. Jouw ware zelf, en daar wil ik met jou naartoe, heeft te maken met dat unieke stuk wat God van zichzelf in jou heeft gelegd. Wat hij in niemand anders van heel de aardbodem heeft geplant. Maar jij hebt een uniek stuk van God gekregen wat jouw ware zelf is. Jouw ware jij, jouw ik ben. Wat God met jou heeft gedeeld en wat hij met niemand anders kan delen, omdat jij de enige bent die jij bent. Ik ben Robert en God heeft met mij een stukje van zijn ik ben gedeeld. Die ik ben die mij Robert maakt, die mij een unieke persoonlijkheid geeft, die mij authentiek maakt. Dat unieke stukje heeft God aan mij gegeven. En dat unieke stukje, wat dus helemaal niks te maken heeft met activiteiten, maar met mijn
zijn. En dat is het prachtigste. Dat is ook zo bevrijdend, want jouw echte waarde zit hem niet in jouw activiteiten en jouw scores, maar in wie je bent. En als je dat echt gaat voelen en beleven, dan gaat een enorme last vallen van je schouders van bewijsdrang. Dat jij je bestaan moet bewijzen, dat jij je moet bewijzen, dat je mag zijn. Want daarmee start je van het nulpunt. Je bent niks, maar als je nou goed je best doet, als je nou alle verwachtingspatronen van je omgeving voldoet, dan mag je zijn van je omgeving. En ten diepste dan mag je ook zijn van jezelf. Maar dat is een valse identiteit en dat leidt altijd tot slavernij. Want je moet dat altijd blijven volhouden. Want als jij nu misschien wel goed scoort, dan moet je dat heel je leven blijven volhouden. Want als dat instort, en in mijn leven was het zo, want ik had een bediening opgebouwd, ik was voorganger, ik mocht mensen bij Jezus brengen, ik zag gebedsverhoringen, maar op een gegeven moment gebeurde er iets, waardoor ik het niet meer aankon. Ik kon al die bordjes niet meer omhoog houden en ik stortte in elkaar. Ik kwam in een burn-out terecht en toen viel alles weg. Al mijn externe identiteit die ik verbonden had met mijn bediening, met mijn ministrie, met wat ik uiterlijk allemaal deed en mocht doen voor mensen, dat viel allemaal weg. En er bleef van mijn identiteit bleef helemaal niks over. Ik werd teruggeworpen op mijn ware zelf en dat bleek helemaal, in mijn ogen wist ik gewoon niet meer wie ik was. Ik kwam in een identiteitscrisis terecht. En dat is eigenlijk het grootste geschenk in mijn leven, die identiteitscrisis. Want ik wist niet dat ik een identiteitscrisis had. Dat had ik al jaren, maar ik wist het niet omdat ik een surrogaat identiteit had aangenomen door middel van mijn activiteiten. En zolang het allemaal maar goed ging, merkte ik niet dat dat een valse identiteit was. En dat merk je pas op het moment dat dat wordt weggenomen en je wordt teruggeworpen op je ware zelf. En ja, als je daar niet in aanwezig kunt zijn, als je dan niet meer weet wie je bent, dan blijkt eigenlijk dat jouw ware identiteit heel erg verbrokkeld is en dat je niet goed in verbinding staat met je unieke jij, dat je niet goed in verbinding staat met die prachtige ziel die God jou heeft gegeven, die unieke persoonlijkheid, die unieke jij. God wil niet dat jij succesvol bent. Dat is een bijzaak. Dat vindt God niet erg en hij wil je ook zegenen. Maar als dat succes jou afleidt van het leven van je ware zelf, dan is het een afleiding van God. Want God zoekt niet naar jouw succes, naar jouw activiteiten. God verlangt naar jou. God verlangt naar wie jij bent. En God verlangt ook dat jij jouw leven leidt. En niet de verwachtingspatronen die mensen op jou leggen, waar de meeste van ons in zijn vastgelopen. En de meeste van ons zitten in die ratrace van het voldoen aan verwachtingspatronen van onze omgeving. En dat kan ook een religieuze omgeving zijn. Nou, God wil ons bevrijden uit die ratrace, maar dat kan ook een heel pijnlijk proces zijn. Omdat we dan gaan merken dat we eigenlijk helemaal niet zo goed weten wie we nou eigenlijk zijn. Als datgene waar wij onze identiteit aan hebben verbonden. En dat kan ook je eigen partner zijn, dat kunnen je kinderen zijn, dat kan alles zijn wat maar extern is. Op het moment dat dat wegvalt, dan kun je in een gat vallen, omdat je eigenlijk niet goed weet wie je bent. Nou, hoe weet je nou dat je niet goed weet wie je bent? Dat je niet in verbinding staat met je ziel en met je eigen mooie jij. Nou, dat kun je onder andere ook merken aan dat je niet goed bij jezelf kan zijn. Dat je niet goed in stilte kunt zijn. Want dan word je met jezelf geconfronteerd en dan worden mensen onrustig en dan gaan ze maar weer een activiteit doen. Dus gewoon niet goed bij jezelf kunnen zijn, dat kun je ook niet echt goed genieten. Dan kun je echt niet goed tot stilte komen en van die stilte gewoon genieten. Dus gewoon het fijn hebben met jezelf. Als dat niet kan en je voelt je dan verschuldigd, je wil weer activiteiten doen, dan kan het een signaal zijn dat je eigenlijk helemaal niet goed in verbinding met je ziel staat. Want de bedoeling van het leven, wat God jou heeft gegeven, is dat jij kunt genieten. Want God heeft jou geschapen naar zijn beeld en God wil dat jij gelukkig bent. God wil dat jij geniet. God houdt van jou, God geniet van jou. Jij mag van God genieten, jij mag van de schepping genieten, jij mag van je medemensen genieten. God wil dat je geniet.
En niet dat jouw leven gericht is om te presteren. Want dat is, dat heeft niks met het leven zelf te maken. En Jezus legt het eigenlijk zo uit, zegt: dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, Vader, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Nou, wij zijn uit God en het God liggen kennen. Kennen is in gemeenschap met God leven, gemeenschap met Jezus leven, dat betekent ook in gemeenschap met jezelf leven. En Jezus legt het ook uit in het gebod. Hè? Wat is het belangrijkste gebod? Nou, dus God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Maar hoe kun je nou jezelf liefhebben als je jezelf niet kent? En hoe kun je nou jezelf liefhebben als jij jezelf loopt te saboteren? Hoe kun je nou jezelf liefhebben als jij jezelf iedere keer wegcijfert? He, want je kunt niet jezelf wegzetten en jezelf liefhebben. He, liefhebben betekent koesteren, betekent voeden, betekent jezelf dienen, dat jij de mooiste versie van jezelf mag zijn. Maar je kunt dat zijn tegenpolen. Maar daar zit een stuk verwarring in de prediking van het evangelie. En daar wil ik even op ingaan, omdat het mij enorm heeft verward. Toen ik tot geloof kwam en daar heel enthousiast mee aan de slag ging. En ik ben erin doorgeslagen en zie ik achteraf, omdat ik al een weinig in verbinding met mezelf stond. Ik wist niet goed wie ik was. En toen ik dan tot geloof kwam en ging ik helemaal in het geloof. En wilde ik gewoon zo graag God dienen. En het voelde voor mij van, ik ben niet belangrijk. Ik als Robert ben niet belangrijk. Het gaat om God, het gaat om Jezus. En niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. En er zijn allemaal bijbelteksten die erover gaan. Je moet iedere dag je kruis opnemen. Je moet van je vlees sterven. En we halen ook wel eens aan dat Johannes de Doper die zegt, Jezus moet meer worden, ik moet minder worden. En het zijn gevaarlijke teksten als je niet begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. En ik begreep dat niet. Ik dacht, ik mag niet zijn. Mijn hobby's mogen niet zijn. Mijn seksualiteit mag niet zijn. Mijn persoonlijkheid mag niet zijn, echt genieten mag ik ook niet, want mijn leven is bedoeld om God te dienen. En daar heb ik mijn leven ook op ingedeeld. Ik heb niet eens een beroepsopleiding gedaan, want ik dacht, nou, dat is allemaal niet nodig, want ik wil God dienen. Mijn leven ging over God dienen. Het klinkt allemaal heel vroom, maar wie moet aan God dienen als ik niet meer mag zijn? Dus daar is achteraf, staat daar een conflict, dat ik eigenlijk niet goed bij mezelf ben gekomen en eigenlijk mijn identiteit die ik niet goed had heb verbonden aan het dienen van God, terwijl ik eigenlijk helemaal niet goed wist, maar wie ben ik nou eigenlijk? En ik had ook het idee van, het is helemaal niet zo belangrijk wie ik ben. Nu ben ik gaan ontdekken en heb ik ontdekt dat het superbelangrijk is wie ik ben. Want God heeft mij juist geschapen om Robert te zijn. En als ik mezelf ga kleineren, mezelf ga wegzetten, mezelf ga wegcijferen in pleasegedrag en altijd met die ander bezig bent, dan doe ik mezelf tekort en daarmee doe ik God ook tekort. Want ik ben geschapen om de bruid van God te zijn, om de geliefde van God te zijn. En God wil niet iemand die zichzelf helemaal wegcijfert, die niks meer is. Als Johannes de Doper zegt van, Jezus moet meer worden, ik moet minder worden, dan heeft hij het niet over zijn mooiste zelf, maar dan heeft hij het over zijn bediening. Johannes had de bediening om de weg voor te bereiden voor Jezus. En nu Jezus er was, moest hij zijn bediening eigenlijk gaan inkrimpen. Hij zei, nee, het is nu is degene wiens weg ik heb voorbereid, is er nu. En dat betekent dat ik me moet gaan terugtrekken, want Jezus, zijn bediening, die moet meer worden. En Johannes kon dat omdat hij zijn identiteit wist. En zijn identiteit lag niet in zijn bediening. En daarom kon hij dat ook in alle oprechtheid zeggen. Jezus die moet meer worden en ik moet minder worden. Want het gaat niet om mijn bediening. Hè? Het gaat om Jezus. Maar hij wist wie hij was. Hij wist dat hij als mens, als Johannes, een geliefde van God was. En dat is belangrijk. En op het moment dat jij jouw identiteit niet zoekt in jouw bediening, dan kun je het inderdaad ook, als God het van je vraagt, heel makkelijk naast je neerleggen. Van oké, dat is voor een periode is dat mijn taak geweest. Ik leg het nu neer. Ik ga nu gewoon heerlijk aan de voeten van Jezus zitten. En ik ga gewoon zijn geliefde zijn. Ik ga gewoon lekker genieten. En dan vervolgens kun je weer een andere taak oppakken. Maar je identiteit ligt niet meer in die taak, in wat je doet. En dat is waar God ons hebben wil. God wil dat wij primair zijn we geroepen om in
intimiteit in met God te leven. Dat is ook de reden waarom ik vanmorgen, toen zo'n prachtig zonnetje scheen en het een mooie dag beloofde te worden, kon ik zonder een gewetensschuld zeggen van, nou, ik ga lekker. Ik gooi mijn agenda even om. Het inspreken van de boodschap komt later wel. Ik ga ruimte creëren om te genieten van de schepping van God waar ik van hou. Want genieten is belangrijker dan werken. En voor velen van ons is werken belangrijker dan genieten. Maar genieten heeft te maken met het leven zelf. En dan bedoel ik niet begeerte en lust. Dat je zomaar moet toegeven aan alles wat jouw vlees wil. Want dat is een verkeerd soort genieten. Maar genieten met God, genieten van de dingen van God die God heeft gemaakt en genieten samen met God, dat is een vorm van aanbidding waarin je eigenlijk de schoonheid van God erkent die hij uit in zijn schepping, die hij uit in, ja, in het leven zelf. En als je waarachtig geniet met een hart vol bewondering, dan omarm je het leven wat God jou heeft gegeven. Want God heeft ons geschapen om te genieten. Want via genieten, waarachtig genieten, zuiver genieten, kom je in verbinding met de schepper. Want je geniet van de dingen die God heeft geschapen. En op het moment dat jij geniet van de natuur, van dieren, van je medemens, van jezelf, dan geniet je ook van God die dat gemaakt heeft. Er is een verkeerd soort genieten. En dat heeft te maken met het vleeselijk gericht zijn. En dat is waar je inderdaad van moet afsterven. Dus je moet niet afsterven van je mooie zelf, maar je moet afsterven van je aardsgerichtheid, van je vleesgerichtheid. Dat je je verrijkt ten koste van. Want dat heeft niks meer te maken met liefde, dat soort genieten. Maar dat soort genieten gaat altijd ten koste van. Ten koste van je eigen gezondheid, ten koste van gezondheid van anderen, ten koste van de natuur. Het ongoddelijk genieten, dus vleesgang laten gaan. Dat trekt jou van God af. Dat is lust, dat is begeerte. Dan ga je overgeven aan het vlees. Terwijl God wil dat jij regeert. En jij bent geest. Je hebt een ziel en woont in een lichaam. Op het moment dat jij je laat leiden door het lichaam, dus laat leiden door jouw lust en begeerte en wat je ogen zien en wat je maag wil en wat je seksualiteit wil, en je laat het maar zomaar gaan zonder de regie vanuit de geest, dan kom je in lust terecht. Dan kom je in gevangenschap terecht van je eigen begeerte. En dat baart zonde voort en dat baart de dood voort. Daar mogen we van afsterven, maar dat is niet je ware jij. Dat is juist dat deel in jou wat jou wegtrekt van jouw echte mooie kern. Want wanneer kom jij werkelijk te bloeien, jouw mooie authentieke jij, als jij gaat samen met God gaat ontdekken wie je werkelijk bent. En God gaat jouw ogen openen voor jouw innerlijke schoonheid, voor jouw goddelijke kern. En als je van daaruit gaat leven en die mist die gaat zich die gaat optrekken. En die lost op door de zonlicht van God. En dat kan alleen maar vanuit de geest. Want de geest, de waarheid, die leidt ons de weg naar de volle waarheid. En als die waarheid van God de mist in jouw hoofd en de mist in jouw emoties gaat wegtrekken en je gaat ontdekken wie je werkelijk bent en je gaat van daaruit leven, dan ga je werkelijke vrede, vreugde en vrijheid ervaren. En als jij je mooiste zelf leeft en niet meer je laat leven door externe prikkels, dan ga jij uiteindelijk ook het meest tot zegen zijn voor jouw omgeving. Maar dat is niet waar het om gaat. Dat is wat God in jou doet, dat is die godsvrucht die als vanzelf in en uit jou gaat stromen. Als jouw focus is, ik wil de mooiste versie van mezelf zijn. En hier wilt u mij helpen dat al die mist die mij aftrekt van die mooiste zelf die u mij heeft gegeven. Want wie ben ik om mezelf te verwerpen terwijl God zegt, jij bent geschapen naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Dat kan niet. Daarmee doe je God tekort, jezelf tekort en dan doe je heel de wereld tekort. Maar op het moment dat jij jezelf omarmt, dan dank u Heer. Dat ik uw beelddrager mag zijn op mijn eigen unieke wijze. En er is maar één Robert zoals ik. En als ik mijn uniekste Robert leef, als ik mijn bezieling die God mij heeft gegeven, mijn uniekheid, mijn unieke gaven, talenten, kwaliteiten, als ik die durf te leven en mijn unieke ruimte durf in te nemen, en dat betekent dat ik ga nee zeggen tegen
dingen die mensen op mij leggen waarvan ik voel dat dat ben ik niet. Dan kom ik tot bloei en dan gaat God door mij heen op een ultieme manier ook. Kan hij ook zichzelf tonen aan de wereld op een manier zoals hij dat door niemand anders kan doen. En hetzelfde geldt ook voor jou en voor jou en voor ieder ander mens. Dus als wij die mist loslaten, en die mist heeft te maken met al die verwachtingspatronen en het trekken van mensen en manipuleren en jouw dingen laten geloven die helemaal niet kloppen. Het is ook gevoelig voor ongoddelijke geloofssystemen waarin we denken dat we niks zijn, dat we niet kunnen. En het is allemaal geprojecteerd door van buitenaf, vanuit een systeem die niet wil dat jij in je kracht komt. Dat is de tegenstander van God. De tegenstander van God wil niet dat jij de mooiste versie van jezelf gaat leven. Dus die gooit allemaal mist over jou heen. Want God wil die mist wegblazen. Die komt met zijn goddelijk licht en wil je bevrijden van alles wat je niet bent, zodat je eindelijk weer die prachtige, mooie zelf kunt zijn die God voor jou heeft bedoeld. En ik wil eindigen met een gebed. En ik hoop dat je bemoedigd bent en dat het jou ook aanzet om je mooiste zelf te gaan ontdekken. En dat die mist mag opheffen en dat je een helder beeld gaat krijgen voor de schoonheid die waar God jou mee heeft gezegend. En dat kan alleen jij in jezelf gaan ontdekken. En ik nodig je uit, ga het ontdekken. He, ontdekken, dat woord is een prachtig woord. Haal de bedekking weg. En durf weer in verbinding te komen met die prachtige, mooie, unieke jij die God jou gemaakt heeft. En ik wil een zegen vragen over jouw proces. En soms dan kom je obstakels tegen, een misbruik waar je niet goed doorheen komt. En soms is daar ook een stukje, kun je een stukje hulp bij gebruiken. Het is ook niet een kwestie van even, hup, en dan ben ik er. Voor mij is het ook een lange weg geweest, van mijn hoofd naar mijn hart, om te ontdekken wie ben ik nou eigenlijk werkelijk als niemand kijkt, als ik niks doe. Wie is dan die Robert? En is die Robert geliefd? Ja, die Robert is geliefd door God. En ik ben zelf een hele diepe weg gegaan. En ik merk nu dat ik mensen ook mag begeleiden die zo'nzelfde soort weg gaan. En als je daar een stukje hulp nodig hebt, en kijk wellicht dat ik je kan helpen. Kijk even op mijn website. Kijk eens op wat ik allemaal bied aan cursussen, maar ook aan persoonlijke begeleiding. En neem gerust contact met me op als je denkt dat ik iets voor je kan betekenen. Ik wil afsluiten met een gebed en dan nodig je uit om je hart te openen en ook die reis te maken, om wakker te worden als je merkt van eigenlijk besef ik dat ik ook enorm word geleefd door verwachtingspatronen van anderen. Ik ben zo'n pleaser geworden. Dat is niet wat God wil. Het is zo'n mist over mijn ziel. En ik weet niet meer wat mijn kleuren zijn. Ik heb mijn eigen pracht eigenlijk niet eens meer. Ik weet niet meer wat ik eigenlijk wil, wat mijn droom is, wat mijn hobby's zijn. Ik weet het gewoon niet. Nou, dan wordt het tijd dat je naar binnen gaat keren en zegt van Heer, wilt u me laten zien wie ik ben? Zullen we bidden? Hemelse Vader, ik wil u danken, Heer, dat u, Heer, met uw liefde, Heer, ons wil doen laten voelen dat we waardevol zijn, dat we mogen zijn. Dat u niet zit te wachten op onze prestaties, Heer, want daarin schieten we allemaal tekort. Heer, maar uw liefde gaat uit naar ons zijn. Heer, naar de geest die u in ons deed wonen. Heer, naar onze prachtige, mooie persoonlijkheid. Heer, u heeft in ieder van ons geschapen naar uw beeld en uw gelijkenis. We dragen allemaal een stukje uniek beeld van u in ons. Heer, en dat is onze waarde. En daarmee zegen ik je ook, geliefd kind van God, dat jij tot bewustzijn mag komen en dat jouw waarde niet zit in jouw activiteiten. Want dan zul je altijd tekort schieten en dan zul je altijd in schuld zijn, omdat je nooit aan kunt voldoen, volledig. Maar jouw waarde zit hem in wie je bent en dat ben je al. Dat hoef je niet te bewijzen en dat is zo bevrijdend. Om dat te gaan mogen ontdekken. Ik ben al en dat is goed genoeg. Ik ben mooi omdat God me heeft gemaakt. En daarin zegen ik je dat je die bevrijdende boodschap tot je door mag dringen. Dat je die weg gaat maken van je hoofd naar je hart. En dat je tot rust mag komen in jezelf. Voor de voeten van Jezus. Dat je mag gaan ontdekken. Ik mag zijn. En ik mag leven van binnenuit. Ik mag mijn uniekheid leven. Ik mag mijn het leven dat God mij heeft gegeven, mag ik vieren. En ik hoef niet continu bezig te zijn, wat vinden mensen ervan, wat willen mensen van mij. Heer, ik wil u bidden, Heer, dat u ons bevrijdt en dat u uw zonlicht op ons schijnen. Heer, dat de mist waar zo velen van ons, misschien al heel ons leven lang, al in leven. Heer, dat u mag optrekken door uw goddelijk licht
door de Geest de waarheid die ons werkelijk vrijmaakt. Heilige Geest, kom met uw goddelijk licht, dat de mist, waardoor we niet meer goed weten wie we zijn, mag oplossen, dat we mogen ontdekken wie we waarlijk zijn, geliefde kinderen van God, maar niet alleen maar als status, niet alleen maar als een stempel, maar ieder op een unieke wijze. God heeft jou een unieke persoonlijkheid gegeven en hij wil niet dat het weggaat, hij wil dat juist oppoetsen, dat jij je unieke mooiheid mag leven tot eer van God. Daarin zegen ik je in Jezus' naam. Amen. God zegen en tot de volgende week. En vergeet niet even de video te liken, te delen en te abonneren op mijn kanaal en nieuwsbrief. En eventueel donatie over te maken. God zegen en tot de volgende week weer. Dag.